Hi, hier zijn we weer even met een nieuwe update van Rosso's Running Channel. Ja, de Domverdamloop hebben we niet gelopen. De Schoklandloop hebben we ook helaas niet gedaan en de Midzomermarathon in Apeldoorn ook niet. Dit komt door een hele zware griep waar ik wel 2 weken behoorlijk last van had. En ja, dan gaat het lopen eenmaal niet zo gemakkelijk. En vooral niet met de temperaturen van 30 graden die we hadden. Ik ben er ook nog steeds wat schor van. Er is niks aan te doen. Maar één leuk dingetje, jongens. Ik heb wel vakantie. 5 weken lang. En ik ga waarschijnlijk ook, en dat is helaas voor jullie, eventjes 2 maand geen video's opnemen. Ik ga dan wel naar Oostenrijk, naar de Wörthersee. Daar ga ik volgende week heen. Ik ga dan misschien wel een paar runs opnemen. En die komen over een maand misschien online. Maar dat is even afwachten. De eerste officiële wedstrijd die ik weer ga doen, dat wordt 31 augustus. En die ga ik hier doen, bij Poolshoogte. Dat wordt een trail wordt dat. De trail niet van de Drentse A, maar een of andere Run Forest Run Trail. En dat wordt ook weer een dikke 18 kilometer tot 21 die ik ga doen. En hopen dat het dan ook nog zo warm is. Maar wij gaan nu eerst eventjes lekker vakantie vieren. En ja, wat ik al zei, Oostenrijk, Wörthersee, een paar runs opnemen. En de video van de vakantie komt natuurlijk ook op, lees hieronder, Rosso's Travel Channel. Abonneer je daar even op en ga even gezellig kijken wat er allemaal wel niet voor mooie video's op staan. Vorig jaar heb ik Normandië erop gezet. Het jaar daarvoor heb ik ook nog een stuk Frankrijk erop gezet. Het zijn hartstikke leuke video's geworden. Vergeet ook even niet, jongens, als jullie het nog niet hebben gedaan, nog eventjes abonneren, liken en hoor je hem? Ringel aan dat mooie belletje. En ja, dan ga je over sowieso 1 tot 2 maanden weer hartstikke leuke video's zien. Wat wij natuurlijk nog wel even voor jullie doen, is een lekker bierreviewtje. Want we hebben hier weer een lekker pilsje te pakken. De Martinus Peert IPA. Ja, een lekker 5,8% pilsje. Dit pittige peert verleidt je met de aroma's van citrus, passievrucht en ananas. Nou, ik heb een poosje geen biertjes aangekund, zoals je hoort. Maar we gaan deze eerste weer even proberen. Jongens, kijk of je plopt. Ik ben de dop kwijt. Ik sta hier boven op de uitkijktoren van Poolshoogte. En ik hoor de dop gewoon niet vallen. Die is gewoon echt keihard weggeknald. Sorry, boswachter. Ik zal het niet weer doen. Nou, wij gaan eens even kijken of die smaakt. Hij plopt in ieder geval heerlijk. Ik hoop dat hij smaakt. Ja, dit is wel een heerlijk pittig biertje. Ik denk voor na het hardlopen is het niet het lekkerste biertje. Hij is niet zo fris, zo verfrissend. Hij is wel lekker zwaar. En daar hou ik op dit moment wel van. Nou jongens, ik ga even lekker genieten van dit pilsje. En ja, jullie kunnen altijd de runs nog even terugkijken op het kanaal. En ik hoop dat jullie nog heel veel genieten van de vorige runs. En we zien elkaar over 1 à 2 maandjes weer. Ik ga eventjes offline. Maar ik hoop jullie snel weer te zien. Ik zeg, proost, geniet van het weekend, geniet van de week, geniet van het leven en geniet van jullie vakantie. Cheers! Prima pilsje. Jongens, tot na de vakantie.